Goedemiddag allemaal, welkom bij een nieuwe webinar. Vandaag gaan we het hebben over het aansturen van BIM-modellen door middel van Dynamo. Wie hebben jullie voor je? Ik ben Thiago, adviseur bouw, gespecialiseerd in uitvoeringstechnologie. Waar we vooral kijken van hoe kunnen we de aannemerij naar een hoger niveau trekken. Ja. En daarvan is het aansturen van BIM-modellen natuurlijk één. Heel snel mooie conceptwoningen in en uit elkaar zetten, maar ook simpele toepassingen voor het configureren van een deur, een dakkapel of iets anders kan het ingezet worden. Waar we vooral naar kijken is een stukje proces en wat kunnen we nou doen met de data die voorhanden ligt. En als we kijken naar naast mijn werkzaamheden, ben ik op het hockeyveld te vinden en geef ik training, speel ik zelf een balletje en is het natuurlijk fantastisch om te schaken. Samen met mij zijn twee specialisten. Ik zal met de eerste beginnen, Sjors. Goedemiddag, mijn naam is Sjors Dekker. Wie ben ik? Nou, Sjors Dekker, werk bij Katten Company, 31 jaar. Ik woon in het kleine plaatsje Warmhuizen, Noord-Holland. Vooropleidingen, bouw, MTS, HTS, verschillende architectenbureaus. Heel lang met Revit getekend en sinds ik bij Katten Company werk, wel nog steeds bezig met Revit, maar steeds meer naar BIM 360 Blue, BIM 360 Field en Neversworks. Dus wat Jager ook zei, het begeleiden van dat gehele proces. Nou, Dynamo is daar ook een klein stukje van, waar ik training in geef. Wat doe ik in mijn vrije tijd? Vooral veel sporten, technologie en gamen. PlayStation blijft altijd nog even leuk. Naast mij staat nog een collega en dat is Bas. Ja, goedemiddag. Mijn naam is Bas Verwerken. Ik ben 33 jaar, kom uit Haarlem, ben getrouwd. Oké, ik heb vooropleiding bouwkunde gedaan in Haarlem en ik heb nog een master aan de Universiteit in Delft gevolgd. Ja, verder heb ik 12,5 jaar gewerkt als architectural engineer bij Knevel Architecten en ben sinds afgelopen augustus hier werkzaam als specialist bouw bij CAD & Company. Nou, onder andere AutoCAD, Revit, Neversworks en sommige mensen zullen mij ook wel kennen van het Collaborate verhaal. Ja, en nu ook een stukje Dynamo erbij. Mooi, dank jullie wel. Hey, voordat we gaan starten, even introductie van CAD & Company. Wie zijn wij? Ik zie heel veel bekenden, maar ik zie ook een paar nieuwe, dus dat is altijd goed. Wij zijn een club van 50 jaar, eigenlijk technologie geïnteresseerden, waar we dagelijks bezig zijn met het verschaffen van kennis en hoe kunnen we deze kennis overbrengen op verschillende bedrijven. Wij houden verschillende technologieën in de gaten en hoe kunnen we dat toepassen om de mensen, de processen beter te laten verlopen. Dat doen we op drie takken van sport. Eerst is de industrie, echt de maakindustrie. Denk aan de toeleveranciers voor de bouw, maar ook complete autofabrikanten, deurleveranciers. En wat het mooie daarvan is, is dat zij op 3D-gebied al heel ver zijn, waar ze al verschillende prototypes maken en direct de fabriek daarmee aansturen. Ander stukje is natuurlijk de civiele techniek, weg, waterbouw, sluizen, vliegvelden, allemaal activiteiten waar onze hulp gebruikt wordt om die processen goed vast te leggen en ook te ondersteunen. En daarnaast waar we natuurlijk vandaag ook voor zitten, de bouw. Het mooie is van al deze drie takken van sport, zie je dat het met elkaar te maken heeft. Allemaal met hun eigen problemen, maar toch weer met dezelfde gerichte oplossing. Hoe kunnen we het nou efficiënter, makkelijker en vooral leuk houden. Om dat te ondersteunen hebben wij een IT-afdeling. Van simpele werkplekken tot complete bedrijven die wij daarin ondersteunen. En daar zijn we afgelopen jaar begonnen met de Autodesk-based cloud platform. Aan het einde van de webinar zal ik daar nog wat meer over vertellen. Eigen development afdeling. Nou, als je Bas kent, dan ken je ook Collaborate. En Collaborate is een stukje eigen ontwikkeling. Vooral de vraag die vanuit de markt komt van we hebben Neversworks in huis, maar hoe kunnen we daar nou op basis van regels controles op uitvoeren? Nou, Collaborate help je daarbij. Laatste en een zeer leuke tak die we natuurlijk hebben is de studio. Vorig jaar zijn we hiermee gestart en al verschillende mooie opdrachten mogen doen voor verschillende en diverse opdrachtgevers en projecten. En daarin zie je dat vooral de 3D-omgeving, hoe kunnen we dat nou voor de klant of voor belanghebbenden inzichtelijk maken en begrijpelijk en de studio helpt daarin. Zoals aangegeven staan voor optimalisaties vooral van het proces. Hoe ziet dat er nou uit? En door nieuwe technologieën wordt het proces dan niet anders.
gaan we nou iets wat handmatig is, ja, automatiseren? Nee, we gaan vooral kijken van hoe kunnen we nou efficiënter opgaan met het proces. En dat is bij jullie niet anders. Denk, ja, als we kijken naar de Formule 1, moeten we gewoon multidisciplinair samenwerken. Waar we vroeger pitstops hadden van ja, 10, 20 seconden. Vandaag de dag, ja, enkele seconden en ze staan weer op de baan. Puur omdat het gehele proces is uitgedacht en gekeken naar wat kunnen we allemaal efficiënter maken. Nou, dit doen wij dagelijks voor ja, verschillende klanten. Vorig jaar Partner of the Year geworden. We zijn nog bezig om dit jaar natuurlijk dat dezelfde award binnen te krijgen. Maar daar verwachten we over 3 weken meer over te weten. Dat hebben we gedaan met Autodesk. En daar zijn we partner geworden voor vooral het inzetten van de BIM 360 oplossingen. Waar wij heel veel data naar de cloud brengen en direct beschikbaar maken voor verschillende belanghebbenden. Maar genoeg over Cut the Company. Ik zou zeggen, ik geef het woord aan Jos, waar hij meer gaat vertellen over Dynamo. Dankjewel, Thiago. Nou, waar jullie hier allemaal voor zitten is, nou, wat is Dynamo? Wat wij vanmiddag gaan proberen is jullie een klein beetje inzicht te geven in wat kan Dynamo, waar zou ik het voor kunnen gebruiken en welke oplossingen kan ik daarmee gebruiken. Eerst een klein stukje introductie. Wat is Dynamo? Nou, Dynamo is open source. Oftewel voor iedereen toegankelijk. En Dynamo is een programma waarmee conceptueel ontwerpen mogelijk is. Heel veel architectenbureaus vooral kennen de combinatie Rhino Grasshopper. Juist die sterke band heeft gezegd, wij kennen het bij een architectenbureau. Hey, wij willen een klein stukje visual programming gaan doen, zodat we dus de taken die we dagelijks doen of repetitief doen, die willen we gaan automatiseren. Dynamo maakt generative en computational design mogelijk. Nou, generative design, het ontwerpen volgens regels. Dus omdat het in elkaar geprogrammeerd of gescript is, volgt dat ontwerp gewoon duidelijk een aantal regels. En computational design, vormgeven met behulp van rekenkracht. Denk dan vooral aan, hey, ik heb een script en ik kan met een bijvoorbeeld Fractal, wat nu nog een beta-platform is. Hey, ik heb in dat script heb ik verschillende opties. Nou, ik pak daar de A, B en C van en al die verschillende opties reken ik door. En zo krijg ik misschien wel honderden of duizenden verschillende ontwerpen. Wat veel mensen niet weten is dat Dynamo in principe een zelfstandig 3D-ontwerppakket is. En dat het alleen een koppeling heeft naar de Revit API. Ik kan dus prima een ontwerp maken in Dynamo, met Dynamo Geometry. Wil ik, waar de meeste architectenbureaus en bouwbedrijven het voor willen gaan gebruiken, naar Revit, dan heeft hij dus inderdaad die koppeling met die API. Dynamo is eigenlijk visual programming voor non-coders. Wat is dat nu? Nou, de development afdeling, waar Thiago het net al even over had, de jongens kunnen in principe ontwerpen in Revit. Dat doen ze alleen met codering. Nou, Dynamo is daar een versimpeling van. Al die nodes die we straks gaan zien, wat je hier inderdaad ziet, die gele balkjes, zijn een stukje code die in elkaar gehakt is en die we verbinden met verschillende lijnen. Door die lijnen te verbinden gaat hij een stukje code hergebruiken en uitvoeren. Dat stuk is wat wij noemen computational design. Nou, wees niet bang. Er is hulp. Waarom zeggen wij dit? Nou, vooral de community, de Dynamo community, is heel behulpzaam. Je kan verschillende fora, vooral Dynamo platform, is gewoon stel een vraag en je krijgt eigenlijk direct antwoord. Er zitten ook mensen die heel graag jou willen helpen met je probleem. Mocht het probleem al niet een keer voorgekomen zijn. Het is echt een community die deelt met elkaar. Dus ook scripts worden gedeeld. De zogenaamde lunchboxes, daar kom ik nog even straks verder op terug. Er wordt gewoon heel veel gedeeld met elkaar. Kennis, scripts, van alles en nog wat. Nou, ik zei het al heel even, Dynamo Gurus to the Rescue. Er zijn verschillende websites waar je als beginner zou kunnen kijken van hey, wat kan ik nu? Wat zijn de mogelijkheden van Dynamo? Eentje daarvan is de Dynamo Primer.
De Dynamo Primer, zie dat als de Dynamo Wikipedia. Alles staat omschreven, wat is een node, wat doet het. Een soort handboek om te gaan starten. Nou, dan hebben we het Dynamo Forum, waar gewoon verschillende gebruikers met elkaar discussiëren. Van, hey, ik kom niet uit dit script, ik wil dat gaan doen. Heb je enig idee hoe we dat gaan doen? En uiteindelijk ook nog de Dynamo Dictionary. Dat is een beta, nu nog. En hierin staat omschreven dat alle standaard nodes, dus inderdaad die vierkantjes die je straks gaat zien, die standaard nodes, die staan daar omschreven. Wat heb ik voor input? Wat heb ik voor output? Wat kan ik ermee? En wat voor eigenschappen heb ik daarbij nodig? Onthoud deze websites goed. Kunnen echt heel handig zijn voor mocht je vragen hebben, mocht je dingen op willen zoeken. Nou, er zijn voorbeelden genoeg. Wat je hier ziet inderdaad. Aan de linkerkant een heel uitgebreid script. Voor de echt gevorderde gebruikers. En rechts zie je inderdaad iemand die gewoon met Dynamo een Star Wars figuur in elkaar heeft weten te scripten. En natuurlijk, mocht je er echt niet uitkomen, geven wij hier ook gewoon training in. Deze foto zie je mijn collega's Michael en André. Ook wel beter bekend binnen Cut the Company als Dyna en Mo. Welke Dyna is en welke Mo weet ik eigenlijk niet. Maar deze mannen die zijn hier heel bedreven in. Ook Bas en ik geven de training. Momenteel zelf ook met een training bezig. Is Dynamo dan voor iedereen? Nou, eigenlijk de eindgebruiker. Uiteindelijk willen we er naartoe dat niet iedereen deze scripts gaat gebruiken. Er is een Dynamo player. Dat is een groot voordeel. Ik heb geen kennis nodig. En ik kan snel repeterende handelingen automatisch laten uitvoeren. Er is één iemand op kantoor die heeft het script gedraaid. En de rest kan op play drukken en hij gaat aan de slag. Wat we in dit voorbeeld zien is een script dat gebruikt gaat worden van, hey, ik wil in mijn deuren omschrijven de from room en de to room. Wat de gebruiker, de uiteindelijke gebruiker achter Revit, nou, die opent de player en die wil deze twee waarden in gaan voeren. To room, from room. Ik zou dat handmatig kunnen doen, dat is heel repetitief werk, waar ik eigenlijk niet op zit te wachten. Wat gaan we dan doen? Nou, we gaan inderdaad de Dynamo player openen. Hier zie je hem naast de gewone Dynamo, ook de Dynamo player. Ik kan dit in een bepaalde map op mijn netwerk wegzetten. En die staan klaar voor de gebruikers. Je hoeft alleen maar op play te drukken en de handeling wordt gedaan. Wat gebeurt er? Op de achtergrond gaat het Dynamo script aan de gang. Gebruikers die er geen verstand van hebben, kunnen prima met dit script werken. Alles is voor ze klaargezet en automatisch wordt de to room en de from room ingevuld. Ik zie dat bij verschillende deuren, kan ik dat even controleren. Hé, hey, inderdaad, hij geeft me van ruimte en mijn naruimte, geeft hij aan. Dit soort dingen die voorheen heel veel werk kosten om erin te zetten, kunnen we gaan automatiseren. Dit zijn nog maar een van de kleine stapjes die je zou kunnen doen. Wat is ons advies dan aan jullie? Nou, niet iedereen zal er even handig in zijn in Dynamo. Gebruik inderdaad die player om het uit te rollen binnen je kantoor. Eén of twee goeroes, helden, en die kunnen die scriptjes voor je klaarzetten en de rest kan eenvoudig op play klikken. Nou, hier zien we dan zo'n script. Inderdaad zie ik categories, hij pakt deuren en hij pakt de elementen daarvan. Zo'n script bestaat uit verschillende blokjes. Nou, die blokjes kan ik netjes indelen en die indeling kan ik mee doorgaan. Hij vraagt in ieder blokje, hey, ik wil een input hebben en ik wil een output hebben. Gaat dat niet goed? Zegt hij automatisch, hey, let op, dit gaat niet goed en hij geeft een melding. Ik geef nu even het woord aan mijn collega Bas. Ja, goed. Nou, wat George al zei, Dynamo is eigenlijk vooral visual programming. Veel mensen worden bij het woord programming al een beetje bang en angstig. Omdat die denken, jeetje mina, ik moet gaan programmeren. Nou, wat George net ook al zei, de nodes bieden je uitkomst. Deze zijn eigenlijk al taakgericht geschreven. En hierdoor hoef je dus eigenlijk niet keihard te programmeren, maar eerst gewoon meer
ja, welke noten heb ik nodig om mijn script te kunnen laten draaien. Misschien kennen de meeste mensen wel even een stukje historie uit AutoCAD, het maken van AutoLisp en VB-scripts. Nou, dat was echt hardcore programmeren. In Dynamo hebben we gewoon lekker de notes die wij daarvoor kunnen gebruiken. Wat we hier zien als plaatje is een stukje Dynamo script. Om even simpel aan te geven wat het nou kan doen. We zien hier een drietal notes. Een number die mijn beginpunt aangeeft. Een number die mijn amount aangeeft, dus hoeveel puntjes ik wil. En een note die aangeeft per hoeveel deze moet uitgezet worden. Nou, een stukje point by coordinates om aan te geven dat we hem op de x-as uit willen zetten. En als we het script laten draaien zien we hier dus netjes 10 puntjes die over de x-as worden uitgezet. Nou, wat je hier ziet is eigenlijk een simpel scriptje, maar het toont wel gelijk de kracht van Dynamo. Nou, zoals Sjors ook al even aangaf, Dynamo is in principe een standalone programma. Nou, de kracht ligt natuurlijk in het samenwerken met andere applicaties. Veelal wordt er Dynamo gebruikt in combinatie met Revit. Wat we hier zien is eigenlijk een voorbeeld van een mast. Deze was ontworpen door een architect. En nu moet de staalleverancier of de constructeur hier een staalconstructie overheen maken. Nou, dat gaat in Revit vrij lastig. Hier komt Dynamo dus ontzettend goed over de, om de hoek kijken. Zodat we op deze mast eigenlijk een soort van punten uit kunnen zetten. Waar we zometeen onze staalconstructie aan kunnen koppelen. Het mooie is dat het ook dynamisch is. Op het moment dat de mas verandert, kan ik in mijn script eigenlijk alleen maar weer opnieuw de mas aanklikken. Je ziet ook de node select face staan. Op het moment dat ik mijn face dus opnieuw aanklik, zal die de puntjes opnieuw netjes verdelen over het vlak. Mooi is wat we nog hebben in Dynamo is dat we lijsten hebben en door het gebruik van lijsten kunnen we de input ook manipuleren. Nou, wat we hier zien is dat over het hele mas nu een puntenrij is verdeeld. En over deze puntenrij gaan we dus zometeen netjes onze staalconstructie leggen. Nou, hoe ziet dat dan uit? Eerst nog een stukje list eigenlijk. We kunnen door middel van list kunnen we eigenlijk ook de puntjes uitzetten. Wat we hier zien links is dat alle puntjes nu zijn verbonden door een lijn. En door gebruik te maken van een transpose kunnen we deze lijntjes zometeen aan elkaar gaan koppelen. En kunnen we vrij complexe geometrie creëren, zoals het plaatje in het midden. Nou, op het moment dat we dus eigenlijk die lijst hebben gemanipuleerd en over die hele massa puntjes hebben uitgezet, krijgen we nu een complex geometrietje waar we dus netjes onze staalconstructie over kunnen plakken. Nou, je ziet hier links het plaatje in Revit. Vanuit Dynamo wordt het script gedraaid. Hij plaatst de puntjes dus die we in Dynamo ook allemaal zien netjes op mijn massa in Revit. En door hier nu de staalconstructie aan te koppelen, krijgen we dus een mooi staalmodel te zien over onze massa. Beetje jammer nog aan Revit zelf is dat de joints van de staalconstructie nog niet zo heel netjes eruit zien. Dat zie je in het plaatje in het midden. Gelukkig wordt het in 2017 wel al een stukje verbeterd. Maar Dynamo werkt dus niet alleen voor Revit, maar we kunnen hem ook koppelen aan Advanced Steel. Nou, en als we dat doen, dan krijgen we ineens wel hele mooie aansluitingen. Sterker nog, we kunnen hem dus eigenlijk doortikken naar Advanced Steel. We kunnen hem nog doortikken naar Robotics om daar analyses op uit te laten voeren. En we kunnen dat hele plaatje weer terughalen naar Revit. Zodat we gewoon een hele goede complexe staalconstructie hebben gegenereerd. Wat kunnen we nog meer? Dynamo is niet alleen handig voor complexe geometrieën. Maar we kunnen daar ook koppelingen maken met Excel. Dat is natuurlijk super handig. Mijn collega Sjors zal daar even iets meer over uitleggen. Dankjewel Bas. Ik merk bij heel veel cursisten die ik heb dat Dynamo toch wel lastig is. Wij beginnen inderdaad met het verhaal wat we net gehad hebben. Dynamo is een enkel
op zich staand programma. En uiteindelijk kunnen wij koppelen, Revit geometrie gaan koppelen. Uit mijn eigen werkervaring weet ik, joh, ik heb op een gegeven moment een probleem. En ik zat achter op kantoor en wij hadden een import binnengekregen van de landschapsarchitect. Die had keurig netjes alle bomen ingemeten. Alles netjes op GPS-coördinaten, hoogtes ten opzichte van de NAP, dat soort waardes. Ik had eigenlijk een hele datasheet met informatie. Nou, nu weten de fanatieke Revit-gebruikers onder jullie dat ik van alles in Revit kan slepen, maar dat ik dat niet direct op een coördinaat kan zetten. Op dat moment ga je inderdaad kijken, hey, wil ik zelf die 3000 bomen gaan plaatsen en op coördinaten zetten en slepers moven en ermee aan de slag? Of ga je dan denken van, er is Dynamo. Wat kunnen we met Dynamo doen? Nou, vooral die data export en import. Dat is waar de meeste architectenbureaus om zitten te springen. Hey, wij willen jouw geometrie eruit halen. En die geometrie die willen we aanpassen. Of we willen waardes gaan toevoegen. Niemand zit erop te wachten om van 3000 bomen een GPS-coördinaat in te tikken en op de juiste plek te gaan slepen. Nee, dan is zo'n script, het is even uitzoeken, dat geef ik toe, veel makkelijker. Ga ik inderdaad die 4 dagen zitten medderen om het goed te krijgen of ga ik een script bouwen? En dat is ook wel de manier waarop het, denk ik, het snelst leert. Er zijn zoveel mogelijkheden en zoveel ideeën die je ermee zou kunnen doen, dat het eigenlijk het makkelijkst gaat op het moment dat je denkt van, Jezus, moet ik dit weer doen? Of moet ik dit een week lang gaan zitten doen? Daar heb ik echt geen zin in. Nou, daarvoor, dat soort oplossingen, daar is Dynamo handig voor. Wat hebben we hier nu voor voorbeeld? Nou, we hebben een palenplan. En die palen die zijn op tekening keurig netjes op het stramien gezet. We moeten daar echter een S-beeld model van maken. Oftewel, de opdrachtgever wil precies weten waar uiteindelijk die paal de grond in is gegaan. Dat kunnen we inderdaad met de hand doen. Maar er wordt daarbuiten op in het veld wordt keurig geregistreerd. Hey, ik zit bij deze paal en die is zoveel wijkt die af op de X en zoveel wijkt die af op de Y. De data is dus bekend. Nou, nu valt het bij deze 15 kolommen valt het op zich mee om te gaan doen. Maar ga ervan uit, stel je eens voor dat je dat moet doen bij een groot utilitair project. Duizenden palen gaan verschuiven op basis van de data die eigenlijk al bekend is. Ik zou zelf zeggen dat ik lui ben. Sommige mensen noemen het efficiënt. Dat is net waar de voorkeur ligt. Maar die data is bekend. Dus we willen dat stukje juist gaan automatiseren. Wat gaan we doen? We gaan die data inderdaad vanuit Excel gaan we importeren in Revit. En we kunnen in dat script gaan zeggen, nou, wanneer hij minder dan dat afwijkt, maak ik geen nieuwe paal en versleep ik hem. Wijkt hij meer als een bepaald percentage af? Oké, dan maak ik daarnaast gewoon een nieuwe rode paal. Puur voor mij, voor zelf, mijn visuele controle om te gaan kijken van, wat kan ik daar nou mee? Dit soort eenvoudige dingen kunnen voor jou heel makkelijk zijn om automatische processen te gaan doen. En heel erg tijd besparen. Dit is niet alleen met palen zo, maar er zijn legio voorbeelden te bedenken. Wil ik bijvoorbeeld gaan scripten dat ik mijn houtskeletbouw automatisch kan gaan genereren? Of wil ik gaan scripten dat ik mijn wandafwerking in bepaalde ruimtes wil hebben? Dat soort dingen, alles wat repetitief is, kunnen wij eenvoudig gaan doen. Nou, Dynamo voor jou. Waarom is Dynamo geschikt voor jou? Nou, hieronder een aantal punten waarom Dynamo jou kan helpen. En als ik dan kijk naar het lijstje, dan denk ik zelf, joh, de bovenste 3 oplossingen zijn vooral voor grote architectenbureaus. Los complexe ontwerpen en problemen op. Onderzoek meerdere onderwerpen. Creëer complexe geometrieën. De voorbeelden die je altijd ziet, dat zijn inderdaad van die mooie gekromde gevels, daken, eigenlijk schillen. En die worden met Dynamo gecreëerd. Ja, maak je dat soort dingen nou niet? Kan Dynamo inderdaad evengoed nog heel makkelijk voor jou zijn? Je kan intelligentie toevoegen aan je modellen. Dus inderdaad wat we net besproken hebben. Hey, ik krijg data binnen, dus dat wil ik niet allemaal gaan zelf handmatig gaan zitten overtikken.
Dus ik ga er een script voor maken. Ik kan het gebruiken voor het analyseren van mijn modellen. Laat alle elementen die meer dan zoveel faces bevatten rood worden. Zodat ik bijvoorbeeld naar mijn visualisatie. 3D Studio Max kan niet zoveel faces aan. Let op. Dit zijn de elementen waar jouw programma het zwaar mee hebt. Misschien moet je deze even aanpassen. Dus eigenlijk voor de grote bureaus en de mensen met moeilijke complexe vormen. Tuurlijk, dan is het inderdaad die combinatie die Rhino en Grasshopper voor mensen ook was. Maar ook voor dagelijks gebruik. Het zit in Revit. Gebruik het nou voor jouw repeterende taken. Dan hebben we nog één oplossing en dat is de Autodesk Dynamo Studio. En wat doet de Autodesk Dynamo Studio? Dat is een apart programma. Er zijn momenteel nog niet heel veel bedrijven wereldwijd die dat gebruiken. Maar ik kan daar wel mijn complexe design oplossingen mee gaan bekijken. Ik kan elementen delen op het web. Eigenlijk dat script wat wij gebruiken. Nou, hier zie je zo'n script. Wordt gebruikt. En dat script wat afgedraaid wordt ga ik kunnen delen op het web. Dus ik zou mijn collega Mikael, als je me opzoekt op zijn Twitter, zie je inderdaad een brugontwerp. Ik kan dat gaan delen op een website en dat brugontwerp, daar kan ik van gaan zeggen, als opdrachtgever, nou ik wil hem iets meer naar links, ik wil hem iets hoger, ik wil hem iets dieper. Je kan er dus meer een tool van maken om te communiceren met jouw opdrachtgever. Hier zien we nog even een klein stukje hoe zo'n script nou inderdaad werkt. Ik gebruik mijn sliders om mijn project aan te passen en er wijzigt ook echt visueel iets. Ik zal jullie straks nog een klein stukje laten zien van hoe ziet dat er op het web nu uit, zo'n script wat ik zelf aan kan passen. Hier zien we een heleboel data die we uiteindelijk zouden kunnen gaan gebruiken om die panelen ook echt daadwerkelijk te maken. Wat is mijn color range? Wanneer zijn ze goed? Wanneer zijn ze onmaakbaar? Je kan eigenlijk besluiten maken op basis van data. En dat is het sterke wat wij hier kunnen doen. En uiteindelijk kunnen we dat ontwerp dus richting Revit halen. Ik heb hier een Dynamo script. Ik neem even de Joule. Dit is een voorbeeld script van Autodesk. En dit script is gemaakt door iemand en gedeeld op het internet. En ik kan op het internet eigenlijk heel eenvoudig aan die slides waardes toevoegen en waardes veranderen. Ik maak in dit geval een Joule cage. Nou, ik kan dit ook met een brug doen of een school. Spandconstructie, noem het op. Dat wat ik deel, kan ik hier eenvoudig aanpassen. Dus dit geeft voor jou een makkelijke tool om te gaan praten met je opdrachtgever. Wil je de wave amplitude op 21 of vind je hem toch mooier op het moment dat hij op 13 staat? Vind je number of circles 5 of vind je 15 toch veel mooier? Dat script genereert voor jou heel snel oplossingen. Dat maakt het eenvoudig om te communiceren en om dat ook aan te passen. Af en toe denk ik wel eens, had ik dit maar gehad, ik nog achter mijn tekenbordje zat. Die architecten bedenken om het uur zowat een nieuwe oplossing. Nou, dan kan dit soort elementen kunnen daar een hele praktische invulling van zijn. Dan komt nu inderdaad echt de jaar. Yes, dankjewel. Ik denk het duidelijk verhaal wat Bas en George jullie verteld hebben. Een leuk feitje. Autodesk is nu bezig om Dynamo ook te koppelen aan Formit. Nou, Formit is een online tool. Dynamo gaat online. Dat wij via Dynamo, Revit geometrie, door middel van Formit direct kunnen aansturen. Er zijn nog verschillende pilots mee uitgevoerd. En echt waar, het is waanzinnig als je het ziet. Super snel je scripts draaien en direct in een online omgeving zoals Formit de resultaten daarvan kunnen zien. Ja, zulke tools worden meegenomen door adviseurs, maar ook voor bedrijven om snelle beslissingen te kunnen nemen. Voordat we verder gaan naar de vragen, wil ik even de verschillende events met jullie doornemen die wij op de agenda hebben. Volgende week gaan we het hebben over BIM voor landschapsarchitectuur.
Het mooie daarvan is van ja, er zijn natuurlijk verschillende modules om landschappen inzichtelijk te maken. Nou, Outreach heeft er ook vele oplossingen voor en deze gaan we dan met jullie doornemen. Een andere zeer interessante kennissessie is de Outreach Based Cloud Werkplek. 2 maart gaat Maurice jullie daarin meenemen. Deze kennissessie wordt bij ons op kantoor gegeven. Daarin worden jullie meegenomen in de mogelijkheden van ja, virtuele systemen. Wat als we nou ja, de laptop, de computer in de cloud zetten. En dat je via een inlog ja, toegang hebt door die pc. Dus of je nou op een simpele computer thuis, op het werk, in de keten of ergens anders op locatie bent. Direct toegang tot jouw ja, bestanden, jouw computerkracht en jouw systeem. Daarnaast, het is misschien nog vroeg, maar zeker interessant om het te benoemen. Open Air. Nou, Air is, staat voor AutoCAD, Inventor en Revit. Maar het houdt in dat wij verschillende update trainingen geven. 1, 2, 3, 4 en 5 mei gaan wij deze trainingen geven waar je voor kan inschrijven. Heb je een Kattencompany zakelijk abonnement, is dit kosteloos. Dan kan je met al je collega's die natuurlijk aan het engineeren zijn komen en de update training volgen. Heb je geen abonnement, kan je ook zeker deelnemen. De kosten voor het event zijn dan €200 per dag per persoon. Hey, voordat we gaan afsluiten, er zijn verschillende vragen tijdens de sessie binnengekomen. En die wil ik eigenlijk ja, met jullie doornemen, zodat jullie allemaal antwoorden daarop hebben. En dat Sjors, Bas of ik daar een mooi antwoord op geven. Dus laten we even met de eerste vraag beginnen. Klopt de definitie van generative design wel? Nee, volgens mij gaat het eerder over computational design of parametrisch ontwerp, maar zeker niet generative design, want dat is meer dat de computer voorbeelden voor je gaat doorrekenen. Wie wil deze oppakken? Ja, ik wil hem best oppakken. aan de ene kant, tuurlijk Edgar, deels heb je gelijk, is het generative design meer dat de computer het gaat berekenen. Ik zou zelf die berekening ook kunnen maken in Dynamo. Dus gelijk, je hebt deels gelijk dat generative design, die computer gaat het echt voor je doen. Ik kan wel de eigenschappen van Dynamo gaan gebruiken om daar naartoe te werken. Ik benoemde het al heel even, bijvoorbeeld Fractal. Ja, die gaat automatisch voor mij een aantal stappen door. Dus hij maakt van mijn ene script misschien 1000, misschien 100.000 verschillende modellen. En kijkt daar op basis van wat ik selecteer, voldoet het daaraan of voldoet het daar niet aan. Het is nog niet helemaal de generative design die je zou willen dat de computer echt voor jou zegt. Hey, ik wil precies dat hebben en hij maakt voor jou de beste oplossing. Er zijn ook mensen die inmiddels scripts hebben geschreven. Ik stop mijn PVE erin en dat gebouw gaat hij opbouwen en die checkt hij aan de hand van een aantal kernwaarden die we willen weten. Wat zijn mijn loopafstanden? Wat zijn mijn vloeroppervlakken? Hoe groot is het percentage verkeersruimtes? Ik ga wel steeds meer data uit mijn model kunnen halen die ik kan visualiseren. Het is dus inderdaad nog niet zo dat met één druk op de knop ik dat verhaal kan genereren. Nee, zover zijn we nog niet, maar het gaat wel steeds meer naartoe om dat met die basis te gaan doen. Ik hoop dat dit antwoord bevredigend voor je was. Mocht je nog vragen hebben, zie ik hem graag tegemoet. Dan pak ik ondertussen de volgende vraag even op. Waar kun je Dynamo voor gebruiken voor bijvoorbeeld woningbouw? En dat is ook een beetje wat ik in het begin aangaf. Waar kan ik het voor gebruiken? Uiteindelijk is jouw gedachte, ja, de beperking. Wat wil ik doen? En dat is ook het lastige, dat ik uiteindelijk alles zou kunnen doen met Dynamo. Even heel simpel gezegd, ik heb een woningbouwblok. Wil ik automatisch woningschijnende wanden gaan maken? Wil ik hem gaan berekenen op diepte, groothoogte? Collega André heeft inderdaad een script geschreven waarbij ik een rijtjeswoning zou kunnen genereren op basis van mijn wensen. Hey, de achtergrond moet zo hoog liggen, de nok moet zo hoog liggen, de voorkant moet zo hoog liggen. En verder pakken wij ons, nou, welke verschillende woningconcepten hebben we niet bij de grote aannemers. Daar waar het altijd hetzelfde is, zou je enorm veel kunnen
repeteren. Want het is eenmaal een repeterende woning, dus ik zou dat ook via een script kunnen gaan gebruiken. Iets heel simpels. Ik ben bezig geweest met mijn ontwerp en daar heb ik een generic roof getekend. Ja, die generic roof die gaan we opdelen in dakplaten. Pak voor mij iedere 1200 een nieuwe dakplaat. Leg voor mij om de 1200 een nieuwe vloer neer, kanaalplaatvloer. En pak het reststukje op met 300, 600 of 900. Dat zijn natuurlijk oplossingen die we eenvoudig zouden kunnen gaan scripten. Dus vooral, waar zou je eigenlijk mee willen starten, ook in de woningbouw? Het repetitieve gedrag. Zodra wij iets meerdere keren moeten doen, kan een computer dat gewoon sneller of secuurder. Dat is een beetje het antwoord. Ik hoop dat het ook, goed was. Hallo, dankjewel. Nog een andere vraag? Maar vanuit repetitie kun je ook weer personaliseren. Nee, klopt. Ja, je kan het gedetailleerd mogelijk maken als je zelf wilt. Maar zijn er nog andere vragen die jullie hebben? Nog een ander dingetje. De koppeling met Dynamo en Formit 360 is er inderdaad al. Dat klopt. Ook in Formit kun je nu Dynamo scripts laten draaien. Andere vraag die binnenkomt van trainingen volgen voor Dynamo is zeker mogelijk. Ik zal je even een link sturen, maar zeker op onze website kan je gewoon zoeken naar Dynamo en dan vind je een training, daarvoor kan je inschrijven. Het is een tweedaagse training en in die 2 dagen leer je echt de basisprincipes van Dynamo en hoe je dat kan inzetten voor jouw model. Dag 1 is echt het leren van de omgeving en dag 2 gaan we echt verder in op modellen die je zelf kan gebruiken om daar slimme scriptjes voor te schrijven. Daarnaast, het is natuurlijk een open community, dus heel veel is gewoon online te vinden. Maar om het sneller en eigen te maken, kan ik je zeker adviseren om de training te volgen. Ik hoop dat het voor jullie duidelijk was van wat de mogelijkheden zijn van Dynamo en wat je kan doen om je eigen ontwerp sneller en makkelijker te maken. Ik krijg nog wel een tip binnen. Een Outreach University als bron voor het leren van Dynamo. Zeker. Outreach uit verschillende universities. De grootste is in Las Vegas. Hierin komt een hele gemeenschap bij elkaar en zijn er ook verschillende sessies te volgen op het gebied van Dynamo. Zeer informatief, leerzaam en kan ik zeker adviseren. Het mooie is van die sessies is dat je 1-op-1 met ook ontwikkelaars kan zitten. Wat we vorig jaar, 2 jaar geleden is dat alweer gedaan hebben, is Colin McCrone. Een van de oprichters van Dynamo en het hele script ervan en hoe we dat makkelijker moeten maken. En hoe we zo'n community eromheen bouwen. Overgevlogen om daar een training van te geven. Ook dit jaar zijn we weer aan het kijken om daar gewoon een grote seminar voor te geven. En graag aan jullie even de vraag, is daar animo voor? Dus laat het weten, kan via de website, kan nu hier via het vragenstelsel. Dus weet dat dat eraan komt. Nogmaals, bedankt voor jullie tijd. Succes met jullie werkzaamheden voor vandaag nog. En ik zie jullie vast en zeker op een van onze andere webinars, kennissessies of events die wij geven.